Hi, welkom terug op mijn kanaal. Als dit je eerste keer is, welkom. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan zeker even op de abonneerknop, want vandaag gaan we echt iets heel leuks reviewen. Nou, ik ga vandaag dus wat reviewen en als dit werkt zoals het zegt dat het werkt, dan gaat mijn leven zoveel beter worden. Ik ga vandaag de Zedar C600 vlekkenreiniger uitproberen. Nou, hij zit dus in deze mega doos en daarin zit nog een doos. Nou, je hoeft hier in elk geval geen zorgen te maken dat hij kapot aankomt, want hij is echt super goed verpakt. Hij komt in een kartonnen doos en dan komt hij in de daadwerkelijke doos. Dit is hem dan, de Zedar C600 vlekkenreiniger. En dit behoort dus van alles schoon te kunnen maken. Van tapijt tot automeubels tot banken, noem het maar op. Nou, laat me gelijk even kijken wat er over staat op het internet. Dit is wat er staat op het internet. Met geavanceerde functionaliteit biedt de Zedar C600 vlekkenreiniger een oplossing voor het aanpakken van vuil en vlekken. Ontworpen voor diverse toepassingen van tapijten, banken, matrassen zelfs en auto-interieurs. De efficiënte technologie en krachtige zuigkracht maken dit apparaat onmisbaar voor grondige reiniging. En wat hier dus echt heel fijn aan is, is dat het draagbaar is, jongens. Dit is toch super? Dit kan je meenemen naar je oma om schoon te maken, naar je moeder om schoon te maken, naar je hele familie om schoon te maken. En het beste is nog dat je hem naar je auto mee kan nemen om dus je auto schoon te maken. Ja, ik ben gewoon echt super benieuwd hoe dit eruit ziet en we gaan het natuurlijk uittesten. Dus ik ga jullie even focussen op dit pakket en dan gaan we kijken wat er precies in zit. Nou, allereerst zit er natuurlijk een gebruiksaanwijzing bij. En super handig, mocht je last hebben van je oren, zitten er ook van die oordopjes bij. Dan hebben we hier alvast één van de opzetstukken. Dat is deze. Dan hebben we hier vast nog een opzetstuk. Jazeker. Dat is deze. Lijkt op een klein stofzuigertje. Heel mooi design. Overal staat ook Zedar op. En dan hebben we hier het product waar we op hebben zitten wachten. En dat is natuurlijk de vlekkenreiniger zelf. Hij zit helemaal mooi verpakt in plastic. Maar dit is hem dan, jongens. De Zedar C600 vlekkenreiniger. Het is echt een groot ding en het moet natuurlijk ook wel als het zo'n grote zuigkracht heeft. Dit is natuurlijk het stukje waar je de opzetstukken op zet. Mocht ik mijn tapijt willen reinigen, dan gebruik ik natuurlijk het grotere opzetstuk. En voilà, die zit erop. Nou, zoals jullie kunnen zien heb ik hier echt prachtig tapijt, maar dit is waar mijn tafel altijd staat. Dus dat is nog helemaal schoon, helemaal mooi. En dan kom je bij het gedeelte waar je zit met je voeten en dat is gewoon echt helemaal vies. Je ziet ook echt het verschil van vies naar mooi. Dus dit is de plek wat we vandaag gaan aanpakken met de Zedar C600 vlekkenreiniger. Nou, ik kan jullie in elk geval al laten zien hoe vies mijn tapijt was. Want dit is dus waar het vuile water heeft opgenomen. Wauw, dit had ik echt niet verwacht. Nou jongens, ik heb het een paar uur laten drogen en moet je kijken. Ik heb natuurlijk laten zien hoe het er eerst uitzag. En dit verschil is echt niet normaal. Het is gewoon weer schoon. Het ziet er weer als nieuw uit. Nou, ik ben echt gewoon in shock. Nou, het is tijd voor mijn final thoughts. Ik ben gewoon echt in shock. Ik heb jullie het begin laten zien. Ik heb jullie het eindresultaat laten zien. Ik heb natuurlijk laten zien hoe die werkt. En met de gebruiksaanwijzing was het echt super makkelijk om te gebruiken. Hij is lekker compact. Je kan hem makkelijk meenemen. Schoon water gaat hierin. Vies water komt eruit. Jullie hebben gezien hoe vies het water was. Mijn tapijt was gewoon echt heel smerig. En nu is hij gewoon weer zo goed als nieuw. Dus ja, ik zou hem zeker aanraden. Ik heb zelf ook al een stofzuiger van Zedar. Daar ben ik ook heel tevreden over. Maar dit wordt toch wel echt mijn favoriete nieuwe item, hoor. Anyways, mocht je hem zelf willen uitproberen, ik zal een linkje in de beschrijving plaatsen. Hij is gewoon te koop bij bol.com. Ja, dit is echt een topding. Ik kan er niks anders van maken. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. En ik ben heel benieuwd, hebben jullie zoiets al een keer geprobeerd? En tot de volgende!